luisteraars en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nog altijd Timothy Remus. Ik ben onderweg dus nu naar mijn schatje toe. Hè. Moet ook weer moeten passeren bij een OCW voor een papier af te geven. Dat moet ook gebeuren, hè, mensen. Dat moet ook gebeuren. En ik ga even ook mijn muziek uitzetten, want anders heb ik zelfs toch nog wat copyright claims en. Dat heb ik niet meer graag. Allee, lichten blijven groen. Groen. Yes. Groener kun je het niet hebben. En de komende tijd gaan we weer al lekkere zonnige weer tegemoet. Ondanks alle miserie in Centraal-Europa daardoor. Want ik heb gehoord dat er een hoge druk en een lage drukgebied al kan er wat een blokkade geven en al. En waardoor dat wij kunnen genieten van het mooie weer. Maar Centraal-Europa wordt geteisterd met liters en liters en liters. Liters water. Op een heel korte tijd. En gelijk bepaalde landen. Wat je daar al van beelden hebt gezien. Wow. Veel sterkte aan die mensen. Want ik wil het echt niet meemaken. Het kan altijd hier ook wel gebeuren hoor. In Vlaanderen, België, ook in Nederland. Denk maar eens terug aan de tijden van Pepe Ster. Dus waar dan zo'n ene wolkbreuk heel lang is blijven hangen en heel veel neerslag om een korte tijd heeft gegeven. Dus daar stond echt alles blank. Mijn mannen, dit is druk. Druk. Ja, die da. Ja. Die moet hier dan ook nog eens tussen. En hier heb je soms wel bij de Ricard hier in Hasselt. Met al die rode lichten echt wel soms 100 ogen nodig hoor. 100. Zit. Juist nog voor mij in vliegen. Man. Jezus Maria Jozef. En dat even voor ongelukken te vragen. Wacht ja. Ik ga zeggen tegen mijn schatje dat ik toch nog zelfs toch nog naar de politie ga. Want ik kreeg scambrieven. En dat wil ik weer al uit de wereld halen. Dus ik kreeg die via de post opgestuurd. En ik vind dat irritant. Ik wil mij ook veiligstellen dat ik geen deurwaarders aan mijn deur kan krijgen en al. Ja mensen, het is serieus. Serieuze brieven. Dus dat gaat over bedragen van boven de 250 euro's. Wat ik moet betalen, zo gezegd. Van ze gaan ze een deurwaarder op mij afsturen. Maar via die website. Die website is zelfs geblokkeerd door de FCCU. Dus door de overheid van België. Dus dan vraag ik me af. Hoe kan ik op die website dingen bestellen. Als het toch geblokkeerd is. En toch brief ik binnenkrijg van. Je moet nog zoveel euro's betalen. Dit, dat. En ik heb nooit iets ontvangen. Nooit. Dus daar vraag ik me echt af. Hoe dat allemaal überhaupt allemaal zomaar kan. Van ja, we gaan eens even een persoon zoveel euro's laten betalen. Dit, dat. En dan staat er ook nog een QR-code bij, dan staat daar nog een ding bij. Ja.
Dat staat hier goed vol. En Emiel is juist vertrokken. Allee, Emiel, reed maar door. Dan kan ik daar direct staan. Ja, oh. Voilà, ja. Ik ben er. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Ik ga dat eens even ook vertellen. Dus ik ga even kijken. Tot later. Jojojo. Zo mensen, ik ben terug thuis. De weer is niet echt 100% fantastisch buiten. Nee. Want ik ga jullie even meenemen. Voilà. Kijk maar. Zwaar bewolkt. Wel mooie wolkjes. Voilà, nog eens verder uitgezoomd en gezoomd. Wauw. Allee, ik zie je straks terug. Tot zo meteen. Zo, ik heb net nog een potje Counter-Strike 2 gespeeld online, maar niet opgenomen. Maar wel een hele mooie score achtergelaten. Ik heb die achtergelaten op Discord. Dus mijn score, het was een gelijkspel, 12-12. Ouch. Nu naar een minder leuk gedeelte, naar de Guinea 6 toe. Moet ook allemaal gebeuren. En ik ben dus aan het kijken wat kwaliteitsverschil het is tussen mijn GoPro en mijn GSM om te filmen. Dus dan weten jullie dat. Ik ben dat gewoon eens uit aan het testen. Morgen is het gewoon terug via de GoPro dat ik ga filmen en niet meer via mijn GSM. Allee, tot ziens allemaal. Jojojo. Zo, voor de kinesis ga ik nog heel eventjes de apotheek binnen. Want ik heb daar ook nog medicatie nog op staan op mijn, zeg het, op mijn pas. Die ik ook moet innemen, dus dat gaan we dan ook wel snel doen. Allee. Voilà, ik ben bij de apotheek, dus ik zie jullie allemaal zo meteen terug. Jojojo. Voilà, hier is mijn medicatie. En het was even creepy. Wel van een lookalike van een ex van mij. Zat hier bij het apotheek binnen gegaan. Dat was ze niet. Ja, ik verschrok ook. Ik verschrok ook. Ik bijna exact dezelfde hoogte en lichaamspostuur en al. What the f... Ja. Wat bleef? Ja, ik verschrok me even toen ik er een keer achterbij keek. Allee, ik ga eens vertrekken nu naar richting mijn... De rekening moet je op de dashboard leggen daar, ja. Dus... Dat mag. Allee, ik ga eens door richting mijn kinesist. Heb je dat gezegd tegen haar? Oké. Nee. Nee. Je keek heel akkoord naar mij. Ja, ik zag het. Ik zag het. Oh. What the fuck? Ja. Oei, je bent nog aan het opnemen. Ja, ik ben nog aan het opnemen. Dus mensen, ik ga jullie laten nu. Ik ga nu ook op de baan concentreren. Wat wou je nog zeggen? Die woord moet je wel piepen. Ik zal mijn best doen dat ik die eruit kan piepen. Ja, dat is niet goed voor iemand zijn oortjes, zoals die jongeren. Ja. En nu nog zien, mijn anotte gestart te krijgen. Voilà, tot straks allemaal. Jojojo. Zo mensen, ik ben in store bij de Guinea 6.
Pas op haar, pas op haar. Ja. Even kijken als ik kan uitrijden naar die jeep. Valessa. Ja, ze heeft dus weer al wat rugmassage gedaan. En op het laatste moest ik ook nog wat fietsen. Ja, een soort fiets. En ik zeg u, ik zie af. Ik zie echt af. Jammer genoeg. Ik kan er niks aan veranderen. Ik kan er echt niks aan veranderen. Aan mijn rug. Dus, en de collega's die mij te straks naar de kinesis hebben zien rijden, ik ben dus naar de kinesis gegaan. En voilà, dan weten jullie dat. Mensen, 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 ik heb jullie toch allemaal graag. Ik ben nu richting mijn ouders aan het rijden voor mijn lekkere, geweldige eten uit te halen. Het rijden gaat ook zo wat anders, hè? Ja. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo mensen, van de kinesist naar mijn ouders. Terug naar mijn appartementje. Hier is Chipilata met spinazie en appelmoes. Voilà, en aardappelpuree. Ja. En dan pak ik gewoonweg weer al de lift. Lifty. En die stond weer van boven. Ja. Dan nog de eerste sleutel zien te vinden. En mijn schat is lelijke smoeljes aan het trekken. Je weet dat ik niet in beeld wil. Ja, maar je zit niet in beeld. Ik zeg dat gewoon. Nope. Auw. En nu ga ik mijn eten erop zetten. Als ik mijn sleutel nog eerst mag insteken. Voilà. Ik had toch niet die al vast? Ja, daar ben ik jou 1000% dankbaar voor. En nu even wachten tot ze achter mij door is gekomen. Oh, daar is ze. Sorry dat je heel eventjes in beeld bent geweest. Sorry. Ja, maar ze moet daar ook achter mij door, hè. Voilà, ze. Steek erin, alstublieft. Dat gaat toe. Dit gaat aan. 2 minuten. Schuif open. Een lepel. Dan ga ik naar mijn tafel toe. Ja, ik kon ook hier draaien. Ja, ik ben daar gewoon met mijn kop rood te draaien. En mensen, ik ben dat gewoon. Ik ga hier wel de gordijn een klein beetje toe doen. Waarom? Om, goede kwaliteit nog dan. Omwille van dat de zon dan in mijn bakjes schijnt. Oei. Heb ik dan een verkeerde aangedaan? Ik weet niet. Ah. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Mijn eten is nu lekker aan het opwarmen. Nog een mooi minuutje en dan kan ik eten. Zoals altijd als ik zeg, bon appetit. Zo, mijn lieverd. Geweldig, goed en wel terug thuis aangekomen. Dan heb ik hier nu nog iets heel leuks. Dashcam beelden. Ik heb er wat commentaar op gegeven en al. Ik zal zeggen, geniet ervan.
En dan is ook ineens de vlog gedaan. Want ik ga hier nu nog zelfs nog een klein stukje, nog een tweede fragment opnemen. Of ik binnen mag. Mag niet binnen. Mag niet binnen. Ik ben hier een appartementsblok. Maar ik ben toch binnen. Oké, okay, sleutel 2. Ja, ik heb nog altijd heel veel last van mijn rug. Daarbij dat ik toch nog altijd de lift neem. Dus, wat heb ik ook nog gedaan? Dat zijn heel leuke dashcambeelden opgenomen. Waar ik ook wat commentaar op geef van hoe ze ook rijden en al. En ook wat tips erin gegeven. Wat je best niet doet. Dus ik zal zeggen, geniet ervan. Yo, yo, yo. Hallo kijkers en welkom op een hele leuke videoke. Ja, ik heb hier iets heel leuks gevonden. Een leuk idee wat ik ook wou gaan uitoefenen. Ook misschien wekelijks. Dashcam beelden. Dus ik ga daar ook dan wat commentaar op geven van de dashcam beelden van waar dat ik het ook heb. Deze is dus van Holland, Dashcam Holland 1 en van de YouTube kanaal Dashcam Holland. Oké. Dan gaan we eens even kijken. Oei. Wat hier gaat gebeuren. We zitten op een 3 rijvaksbaan met 1 afrit. Doe dat nou toch niet. Zo invoegen. Kijk ook in jouw dode hoek. Als daar niemand langs je rijdt. Ja, dat komt een klein tikkie. Ouch. Ja, die hebben schade. Ik ben heel mooi gezien van deze bestuurder, van deze cam, dat hij ook mee stopt. Ja, doe dat nou toch niet. Hier was toch meer dan ruimte genoeg om in te voegen. Nee, ga dan nog maar eens over de volle lijn. Come on! Hoe idioot kunt je zijn? Oh my fun god, voor toch die, voor de dashcam auto verbeterd ik. En dan toch nog eens in een keer toch die zwarte auto voor ons. Is dat een Volvo? Misschien is dat een Volvo, ik weet het niet. Voorbij te steken. Dat doet dat toch nou niet, want dat kost u veel geld zo'n over een vol lijn. En dan nog een... come on. Wees hoffelijk. Altijd zo die ding ding. Oké, okay, we zitten op een rotonde. Ik zie hier een auto aankomen. Nou, kijk dan toch uit je doppen. Daar is toch een auto daar. Je hebt haaientanden. Kijk, die heeft haaientanden. Ziet haaien... Wacht, nee, hier nog niet. Ziet hier haaientanden, haaientanden. Oh my fucking god. Als je een auto ziet komen, jij moet voorrang geven. Dus die witte moet voorrang geven. Want die een auto op de rotonde maakt geen manoeuvre. Want die reed gewoon in één keer rechtdoor op zijn rijstrook. En dan ja. Bijna tikkie. En rij maar lekker door. Lekker hoor. Wat gaat hier gebeuren? Wordt alweer al ingezoomd. Oh my god, die jeep. Wat doet die jeep? Heeft die in een tikkie geraakt? Nee, ze rijden toch... Ja. Maar die val zwaar moeten uitwijken. Oei oei, regen. Wauw, wat een bliksemschicht. Zagen jullie dat? Het was nu deze keer niet dat we verkeer moesten in de gaten houden. Maar wel de lucht. De lucht. Wacht hè. Wauw! Echt ook op de
seconds kunnen pauzeren. Oh my fucking god, wat slierte. Ik zie dat graag, echt waar. Ik zie dat echt heel dood graag. Wauw, 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 wauw. Dat is echt wel heel mooi, die slierte. Ja, deze keer moeten we het echt niet naar het verkeer zoeken. Wauw, oké, mooi. En altijd die ting-ding. Twee vrachtwagens die langs elkaar rijden. Die komt op die ene rijstrook. Hou eens aan uw ene kind aan dezelfde rijvak, vrachtwagenchauffeur. Ook al is het donker. Mooi ingevoegd. Cheap! Door je hoek kijken! Door je hoek! Want daar wilt iemand u voorbij steken. Doe je hoek kijken. Ah, daar is. Ah, daar moet nog iemand passeren. Oké, okay, laat hem dan eerst door. Ja, dat kennen we van Nederland, hè. Dat die fietsers gewoon vlam oversteken zonder te kijken. Wauw, weer op bliksemschichten. Ja, fietser, kijk dan toch uit je toppen. Niet naar de ene kant blijven kijken. Kijk ook naar de andere kant. Links, rechts, links. Oei, oei, hier gaan we iets meemaken. Ik zie hier een aanwagen die begint zo wat aan het slingeren is. Blijft hem het nog onder controle houden, ja of nee? Hij slingert toch zo wat? La 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 la. Nu zijn ze wel af aan het remmen. Ja, oké. Okay. What the fuck? Ik was gewoon naar onze rijkant aan het kijken, maar dit? What? Wat is dat? Hoe hebben ze dat gedaan? Is dat ook een anowagen? Dat is precies een anowagen die gekanteld is. Ouch. Eén oorzaak hoogstwaarschijnlijk, te snel gereden, waardoor dat dan zo'n andere wagen begint zijn eigen baan te vinden. Zijn eigen baan te vinden. En dan zegt hij van, ah, jij wilt er meer mee doen. Hé, ik lig meer op mijn zij. En dan heb je zo van dat tafereelen. En dan viel het tot gevolg. Dankjewel. Mooi ingevoegd. Motorrijder, damn you, jij doet mij verschieten. Oké, okay, de motorrijders mogen wel zigzaggen tussen de verkeer. Oh my god, ga toch geen ruzie maken voor een plaatje. Wacht toch af, zwarte auto. Wacht af en voeg dan in. Nee, hij gaat nog naar voren, hij gaat nog naar voren. Hij gaat echt waar, hij pusht zich daar gewoon tussen. Heel zijn gelijk halen, come on. Wat maak je toch allemaal mee? Wel goede muziek. What the fuck? Dat is veel rook. One more time! Hier opnieuw. Dat is dezelfde auto. Ah. Wat? Wat doet die schapen daar? Is dat normaal in Nederland? Die schapen? Die schapen, is dat echt normaal in Nederland? Ah, daar is ook een herder bij. Ja, laat ze maar over de ganse rotonde lopen. Ja, ja, ja. Laat alles maar blokkeren. Die remt af. Ja, voor de voorligger, ja. Voegt ook mooi toe, maar wel hele slechte kwaliteit. Oh, jammer.
Ik ga zal ook nog wel eens even gaan zoeken nog naar. Hier is het. Dashcam Fails Nederland, januari 2024. Dat is van de kanaal Dashcam Fails Nederland. Ik zal zeggen, ook weer al veel kijkplezier. Wat gaan we hier meemaken? Lala. Wat doet hij in de auto? Oké, dat moet ik even terugzien. Die rijdt hier. Die rijdt hier. Die pakt in één keer twee rijstroken. Joef. En dan nog eens in één keer voor die witte auto inschieten. Come on. Als je je afslag gaat missen. Rij gewoon door. Rij gewoon door tot de volgende afrit. Rij daar dan terug op de snelweg. En pak dan vervolgens de juiste afrit dan terug. Ga niet in één keer zoink van de uiterste racerhoek naar de andere racerhoek flitsen. Dat je zegt van oei, ik moet hier af, ik moet hier af. Doe dat nou toch niet. Ja, die... Ja, dat klaksoneren. Ja. Mijn oren. Wat gaan we hier meemaken? Wow, die witte auto. Joink, voor die in ene in. Toink! Oh, ik heb gezien wat schade. Oh. Wat schade. Holy shit. Oké, we zitten wel in 2023, maar toch. Wat schade. Oh my fucking god. Kijk toch, als je een manoeuvre maakt, kijk alsjeblieft uit je toppen. Kunt je in één keer doorrijden, rijd je in één keer door. Zie je een tegenligger aankomen, ga dan op je rem. Dus noods volledig stilstand, laat die ene auto doorrijden en dan pak je je rit weer al verder. Dan veroorzaak je zo van deze taferelen niet. Oké, wat is hier? Dus hier is file. Hier is file. Oké, wat gaat hier gebeuren? Denk je iemand over de fietspad, denk ik. Ik zie daar vier pinkers. Oh my fucking god, dat was koeien. Als jullie het goed zagen, hier zo. Allemaal koeien. Koeien, koeien, koeien of schapen. Ik weet niet wat juist is. Het is niet goed zichtbaar. Staat wel op HD. Full HD, ziet je? HD, ja. Ik heb geen premium. Dus HD, voilà. Je moet zorgen dat je scoort. Wat gaat hier gebeuren? Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenlaats met... Ahahahou! 1. Onhoogstwaarschijnlijk niet aan het opletten achter het stuur. Ofwel 2. Aan het gsm'en achter het stuur. Of 3. Een klapband gekregen. Dan krijg je ook zo van deze taferelen. Wat gaat er nu allemaal gebeuren? Ik ben nog steeds een mens. Ik ben zo vaak weg, sinds die stilte al gewend. Chapeau. Chapeau dat je dat kunt. Jeep. Helemaal laten pechstrook slippen. Zonder nog iemand anders te raken. Chapeau. Moet je kunnen. Wajo. Oké. Pak de afslag. Ik denk... Sorry als ik het ga zeggen. Ik zet het even op pauze. Ik denk dat er iemand voor deze vrachtwagen gaat inschieten. Cosma Campers uit Hogeveen. Ontdek onze grote voorraad scherp geprijsde campers tijdens de Oudejaarsshow van 28 tot en met 30 december. BAM! Wat heb ik u gezegd? Hé hey, meneerke, je mocht hier wel niet door, hè? Jij mocht daar niet door, hè? En toch doet hij het. Nou, zou jij dat riskeren, kijker? Zou jij dat riskeren met uw auto? Of met een Jeep of eerder whatever?
Oh my god, alles staat daar toch blank? Ja, nu heb je jouw eigen vastgereden, hè? Die ziet die fietsers, oh, die denkt, oké, daar ga ik misschien ook nog wel nog door kunnen, hoogstwaarschijnlijk, de dashcam-bestuurder. Maar die heeft wel een zeer zware boete eigenlijk aan zijn been, omwille van dat hij een zware verbodsbord heeft genegeerd. Oh my god, nee, doet het nog een keer opnieuw. Doet dat toch niet. Daarvoor zijn de auto's niet gemaakt. Auto's zijn geen vaartuigen. Het was wel een lange strook waar onder water stond hoor. Wat gaat hier gebeuren? What the fuck? What the fuck doet die? Oké, okay, even terugspoelen. What the fuck doet die? Hier? Hier moet je op letten. Hier. Hè? Huh? Die gaat even over het. Gaat even. Die heeft precies. Hè? Huh? Is hij even er niet bij of zo? Of heeft hij iets gekregen? Ik weet het niet, maar dat is echt een rare move wat hij daar heeft gedaan. Dan even kijken wat hier gaat gebeuren. Hij gaat op de rotonde, ja. Heel mooi. Hij pakt deftig zijn afslag, oké. Okay. Wel jammer dat de vooruit zo met regentruppels opzitten. Oh my fucking god! Over een dubbel volle lijn. Doe dat niet, want geen speelt met levend. Niet alleen die van jou, maar die van ook van de tegenliggers. Doe dat nou niet. Daarvoor zijn die volle strepen. Voor niet voorbij te steken. Ah, karma! Karma, 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 karma. Karma. Doe dat nou toch niet! Had je gezien hoe net dat dat was? Zie je, hoe net. Hier zie je al de koplampen van de andere bestuurder al. Hier zie je de koplampen van de bestuurder die aan voorbij en zeggen is een vracht. Je ziet er toch dat er een tegenligger komt. Wacht toch dan geduldig af om voorbij te steken. Zie je dus hoe close. En zie je dus hoe weinig spatie dat hij een andere auto ook heeft. Ja. En dan nog een keer doen. Die een andere vrachtwagen. Zag je dat? Die een andere vrachtwagen. Ook kijk, kijk. Ook met zijn varen. Ook met zijn varen. Lol. Oké, wat gaan we hier tegenkomen? File. Ja, oké. Mooi aangesloten. Ja, nu zien we iets beter en meer. Ja, de dashcam beelden zijn meestal niet van high quality. Dat is wel jammer. Dus oranje, rood, oké. What? Oh my f... Ik hoop dat hij een bekeuring heeft gekregen. Ik hoop oprecht dat hij een bekeuring heeft gekregen. 1. Hij speelt met deze. Oh. Waar zaten we? Waar zaten we? Dit hadden we al gezien. Dit hadden we ook gezien. Is dat hier? Ja, hier was het. Ja. Sorry dat ik even sprongelijk op mijn andere muisknopje klikte. Dus ik ga even met mijn verhaal verder. Dus die moet ook een redelijke manoeuvre doen om te stoppen. Ziet, die komt helemaal tot stilstand. Joink! Dus 1. Hij ziet niet als hier fietsers komen. Of voetgangers.
Oké, het is een regenachtige dag, dan denk je ook wel in je eigen van, ja, dan zijn er maar weinig voetgangersfietsers, maar dan toch. 2. Het is rood licht. Wacht achteraan. De auto staat al vooraan de streep. Ga dan niet even er voorbij steken en toch nog door het rood kunnen te rijden. Want voetgangers heb je in gedrang gebracht. Fietsers heb je in gedrang gebracht. Deze auto heb je in gedrang gebracht omwille van bijna schade. Deze auto heeft al bijna schade. Dus je kon bijna 2 auto's beginnen te betalen voor schade. Goed bezig. Goeie reflex van deze auto. Ik wil eerlijk toegeven. Ik vond het raar. Wat gaan we hier zien? We staan op de afslagstrook. Oei, we zoomen naar Ginder in. Oh my fucking god, doe dat toch niet. Doe dat nou toch niet met dat gesplash op die kinderen. Die zijn soaked. Die zijn kleddernat. Doe dat toch niet. Doe dat toch niet. Oh my fucking god. Oké, wat voor verkeerssituatie gaan we hier in creëren? Dus je hebt hier een strook die weggaat. Gaat hier weer alleen over de volle streep? Jawel, daar gaat weer alleen over de volle streep. Doet dat nou toch niet? Rits zoals het moet. Ene door, hup, achter. Ene door, hup, achter. Ene door, hup, achter. Wat gaat hier gebeuren? Ik denk iets met deze auto. Het is een volle lijn, hè. Auto, de dashcam beeld doet al uiterst zijn best al om naar de andere racerook al te gaan. Nee, oh my god. Die een autoke die gaat nog eens even doorrijden. Waardoor dat die een vrachtwagen heel eventjes op de andere racerook moet komen. Doe dan auto. Mau. Zag je dat ook nog? Oh my god. Kijk hè, daar verschrok ik even van. Kijk hè. Hier. Hier kwam ook een keer in een auto. Je ziet dat toch langs, je ziet dat ook in een auto reed. Daar reed ook in een auto langs, je ziet dat toch. Je ziet dat toch. Oké. Okay. Ja, kijk uit. Hij is gek. Ja, maar ik heb geen zin in een ongeluk. Goed gezegd, dame. Geen zin in een ongeluk, want dat is miserie en papierwijk tot en met. Ja. En dan gaat hem ook nog remmen. Oh my fun card. Agressie uitlokken. Zag je dat nu goed? Doe dat toch niet op een openbare weg, zo freewheeler, of hoe dat ook noemt. Doe dat op een circuit of een afgesloten plein of zo, maar niet op een openbare weg. Je creëert ongevallen, je speelt met je eigen leven. Je speelt echt met je eigen leven. Waar gaat hij? Hier. Och, what the fuck? Een aanhangwagen en daar heeft hij zijn auto op. Is dat wel reglementair? Ik geloof van niet. Dat is niet reglementair. Jongens, levensgevaarlijk. Moet ik kijken. Voilà. De bestuurder zegt het al zelf. Bandjes op de rand van de aanhanger gezet. Een paar shortbandjes eronder. Dat kan toch niet, joh? Nee, dat... Levensgevaarlijk. Ik vind het ook levensgevaarlijk. Oh, dat maffe, zeg. Zeker als hij bochten moet nemen. Voilà, ça. En dankjewel, ook bedankt voor het kijken en abonneer en like. Zeker sowieso ook deze kanaal Dashcam Fails Nederland. Ik zal het hier onderaan ook in de beschrijving
zetten de kanalen wat ik momenteel heb gereviewd. Hebben jullie nog leuke dashcam beelden? Laat het alsjeblieft mee weten. Stuur het even door naar info@psychotv.be. Ik herhaal info@psychotv.be. Oftewel, PM je mij even op Discord. De Discord-link staat hier onderaan ook in de beschrijving. Dus kom gerust langs. En ja, ik zie u wel verschijnen op Discord. Oftewel via mail. Als jullie ook nog hele leuke YouTube-kanalen weten van dashcam fails die ik echt eens zeg van Dimitri, neem die ook maar eens onder de loep, want jij doet dat wel echt redelijk goed. Of heb je zeg van, kijk, heb je dit is, moet je wat beter doen? Laat het ook hieronder in de reacties weten. Alle commentaartjes lees ik wel. En ik ga ook proberen daar ook op in te spelen. Dus als jij zegt van, kijk, dat kun je wat beter doen, dan ga ik dat ook wel beter doen. Voilà. Bij deze bedank ik om te kijken. En nu ga ik terug over naar mijn vlog. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Zo, ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten en van de dashcam beelden. Ik ga hier nu de vlog ook afsluiten. Ik ga rusten. Mijn rug doet het echt niet goed. Ik heb pijn. Wat heb ik? Pijn. Allee mensen. Ik ga jullie hier wel tegen zetten. Nee, niet vallen. Wacht eens. Hup. En daar nog zoiets er tegen. Misschien dat dat helpt. Yes. Oké. Dus mensen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte. Als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Voor de rest, echt waar, 100, maar ook 200, maar ook 300, maar ook 400, maar ook 500, maar ook 600, maar ook 700, maar ook 800, maar ook 900, maar ook 1000% dankbaar. Dankjewel om te kijken en tot de volgende. Yo, yo, yo.